Als het museum in elkaar steekt. Het is begonnen 18 jaar geleden, meneer Van Leeuwen. Die was een gepensioneerde architect die is huisjes gaan bouwen. En dat was het begin. Hij is met houten huisjes begonnen. Nu ziet u ook huisjes die dus gewoon gebouwd zijn met hardhout en met kunststoffen. Zodat ook alles in een betere staat blijft over langere tijd. U ziet nou ook dat de huisjes op betonnen ondergrond staan. Vroeger stond alles in het zand. En dat betekende toch dat het onderhoud na 24 keer schilderen, dan was het onderhoud gewoon gebeurd. Nu wordt gewoon per jaar 10% van alle huisjes worden door onze vrijwillige kunstenaars in de werkplaats onderhouden of opnieuw gebouwd. Als turf instoken, deze dan kleine partjes mee. Deze kleine partjes turf afsteken, dan deze met een bot. En vroeger was het ook zo dat de mensen zagen veel dingen in de natuur. En als een boer, als je dit zag in zijn boomgaard, dan zaagde hij het uit de boom en hij hoefde mooi geen veel hooivork te kopen. Hè. Mensen zagen dingen in de natuur en die gebruikten ze dan. Vroeger moest hij altijd de kachel branden bij de meubelmaker. En waarom? De meubelmaker moest altijd kleine porties lijm maken. Nu hebben wij een tubetje en dat houdt zich gewoon die lijm. Oh, ja. Maar vroeger moest je met beenderlijm, moest hij gewoon iedere keer kleine porties lijm maken die hij kon gebruiken. Dus hij had zomer en winter altijd de kachel nodig. Had hij nou een klein klusje, dan deden de dames kennen dit, hè? Het Aubert-Marie systeem. Een beetje water, warm water, potje erin, kleine klusje. Hier ziet u nog de horizonpost. Een van de eerste. Kijk, hij moest dus gewoon perfect recht staan, want dan kwam hij niet. Ziet u? Ja. Met de kinderen en de kleinkinderen op de kermis komt. Waar ook in Nederland, van Rens Joosen, krijg je de enige echte originele Oosterhoutse kaneelstok. Mm. En de enige echte Oosterhoutse kaneelstok wordt ook alleen in Oosterhout gemaakt, in de suikerwarenfabriek van Rens Joosen. En wat nog leuk is om te vertellen, als ik er heel even een klein beetje bij mag. Hier op 52 en op 53. Daar woonde Mooie Keetje. En Mooie Keetje is heel bekend in Oosterhout. Daar kunt u ook allerlei souvenirs van kopen. Maar Mooie Keetje was een verrekte mooie meid. En die woonde bij haar moeder in Hotel Hildebrand. En naderhand kwamen er zoveel soldaten van Mooie Keetje, kunt u ook lezen. Ik weet niet of iemand van u het boek kent, Camera Obscura. Camera Obscura van de bekende, ja, dat was zijn schrijversnaam Hildebrand. Maar het was een hele bekende Nederlandse schrijver, Nicolaas Beets. En Nicolaas Beets heeft in zijn bekende boek, Camera Obscura, ook een stuk geschreven over een Mooie Keetje uit Oosterhout. En het café van de koppelpaarden, bij alle fietsers uit de regio bekend, bij Kees en Betje. Ja. Bij Kees en Betje. Het is helemaal verbouwd. Ja, het is achter waar de tennisbanen waren, daar komen nu nog drie stadsvilla's. Maar als u een paar miljoen over heeft, dan kunt u het kopen. Ja. Aan de voorkant is het authentiek gebleven. Veldkruis, maar het was ook nog een speciaal kruis. Weet u hoe de boeren dit kruis noemden vroeger? Het Hagelkruis. Ja, en er werd ook een gebedje bijgehouden, dus voor dat de oogst door de hagel niet zou vernield worden, et cetera. En hij had nog een tweede betekenis, want wat je ook vroeger gebeurde, als mensen de weg vroegen, dan zeiden ze, ga bij het Hagelkruis daar links of rechts af. Hij werd ook nog gebruikt als een soort richtingaanwijzer. Deze.
Ja, inderdaad. Ja. Normaal gesproken hier een flap aan, maar die is eraf. Oh, okay. Dus ik moet nu matig. Nou, die flap die was ervoor om het vel op het zetwerk te leggen. Lukt me de ene keer beter dan de andere. Het lukt aardig nu. Okay. Flap nu naar beneden. Als ik het nu los komt naar jullie. Nu wordt het zetwerk van de pers gedraaid. En nu ga ik aan de knieheven halen. Dit wordt de knieheven. Dat is ook de naam, hè? De knie is dit. En de hevel zit erin. Ja. Dan staat al heel vaak. Ja. Het zetwerk wordt er nu onderuit gedraaid. Nou, en het is voor mij ook altijd weer heel spannend wat ik onderuit krijg. Oh, die is mooi. Ja, dat mag. En dan is dit het zetwerk. Leuk hoor. Dit is de binnenkant van de kruis. De volgende keer wordt er een ander zetwerk weer in de pers aangebracht. En dan kan ik weer verder met zowel de voor- als de achterkant. Oké. Wij maken hier alles zelf. U zult direct ook zien de maquettes die we in het park hebben staan. De ramen, de deuren, de dakpannetjes, noem maar op. Alles maken wij hier zelf in eigen werkplaats. We hebben ongeveer 40 vrijwilligers en daar moeten we dus alles mee, mee doen. Maar dat is gastheer, gastvrouw, rondleidingen, de tuin. Hier ben ik dus met de schuiterbeek ben van mijn dak. Die, zoals hij zei, stonden 250 huisjes in het park. En die gaan ongeveer 10 jaar mee. En dat wil dus zeggen dat elk jaar 10 of 25 huisjes vernieuwd moeten worden, CQ gerepareerd moeten worden. Ja. En ja, dat is een hele bezigheid. Dat betekent dus dat we flink aan de bak moeten. We beschikken in het museum ook over een kleine expositieruimte. U ziet in het voorgedeelte ziet u hier de oude schoenmakerij. Met rondleidingen doen we nog het een en ander vertellen. U ziet de oude apparatuur die er staat. De schoenenlapmachine. Hier staat onze wagenloods. Nu gebruikt voor de opslag van wat oude landbouwmaterialen en oude sjees. De schuur was vroeger, die stond in Dorst bij de steenfabriek. Werd vroeger gebruikt om dus stenen te drogen. Werden in lagen op elkaar gestapeld, zodat de wind er goed erheen kon. Die is naderhand afgebroken en hier opnieuw opgebouwd en functioneert dus nu voor ons als wagenloods. Ingang van het buitenmuseum. Het buitenmuseum is het miniatuurstadje uit 1900. Je ziet dus ook in het buitenmuseum, wat ik net genoemd had, een 250 stuks huisjes gemaakt, schaal op 1 op 20, door onze vrijwilligers. We kunnen er even een stukje doorheen lopen. Je ziet hier nog voor de Oosterhouters bekend aan de Bredaarseweg de gekroonde Bel. Vroeger een van de vele kleine bierbrouwerijen die er waren in het Oosterhoutse. Het gebouw staat er nog en de gekroonde Bel. Dit kunt u nog zien. Het is in Oosterhout aan de Slotlaan. Bij vele mensen uit het Oosterhoutse bekend omdat het ook na de oorlog het gemeentehuis is geweest een hele tijd. Maar het slotje Limburg was van een Belgische baron en een paar maanden per jaar het oudste en het smalste
huisje van Oosterhout. Het is een trapgevelhuisje van 1692. We zijn hier 5 cent. Nee, 5 cent. 5 cent. Ik heb er geen spijt van gehad. Nee, ik ook niet. Hartstikke interessant, leuk. Ik vind het heel interessant. Ja. Echt waar, het is echt een aanrader. Ja. Want ik zei, als we weer eens bezoek hebben, gaan we er echt naartoe. Het is voor herhaling vatbaar. Ja, echt.